Voor parlementariër Jennifer Vreedzaam is het nu meer dan duidelijk dat men Bouterse het heeft willen uitschakelen en dat het hier gaat allemaal om een politiek proces. Ook de verdere bemoeienis, zelfs nu naar het vonnis van Nederland, daarover heeft de parlementariër zich ook allemaal geuit in het volgende interview met TBN Prime Alert. U hoort parlementariër Jennifer Vreedzaam. De VHP staat klaar om, de regeertermijn te verlengen op 25 mei 2025. De partijvoorzitter voerde aan dat bij de komende verkiezingen de mensen die naar de stembus gaan de vraag moeten beantwoorden of zij het bestuur van het land in handen willen leggen van mensen die niet te vertrouwen zijn, die het land bankroet hebben gemaakt. Het gaat volgens Santokki om een gewetensvraag. Uw reactie hierop? Een gewetensvraag? Ik heb geen gewetensvraag. Wie stelt hij die vraag, aan zichzelf of aan de samenleving? Ik heb niets te zeggen aan de woorden van de president, hoor. Mm-hmm. Omdat de zaken daar duidelijk zijn met betrekking tot wat in het land gebeurt. De armoede is nu erger geworden. U heeft zelfs gehoord, ik heb het niet gezegd. Het zijn instituten, het zijn mensen buiten die ook meehelpen denken en ook de analyses doen. We hebben gehoord, de Vereniging van Economisten, over de schulden. Hoeveel het zoveel maal is geworden en hoe deze regering via wetgeving alle schulden heeft geschoven na zoveel jaren. Dus de volgende regering en de volgende regering. Dus dat is wat er gebeurt. Je hebt gehoord over gronduitgifte, het beleid. Het is gewoon een verschrikking nu op dit moment. Ja, en u ziet welke rookgordijn hij wil opzetten met betrekking tot de voorzitter van de Nationale Democratische Partij. Daar zien we ook hoe binnen het geheel proces het, de menswaardigheid, de beginselen daarvan nergens te vinden is in het rechtsproces. En dat doorzijpelt naar zijn sociaal systeem waar die menswaardigheid er niet aanwezig is. En ik blijf praten daarover. We hebben gezien de mensen met een beperking die geen geld hebben gehad. We zien hoeveel subsidies, de EBS, SWM, allemaal zaken die verschrikkelijk zijn, onmenswaardig, ja? Regels worden niet toegepast, dus die man is gewoon een tiran. Hij is gewoon een tiran voor mij. De president heeft toch gezegd dat hij bepaalt. De president heeft toch gezegd, kijk op de begroting van het ministerie van regionale ontwikkeling en sport wat er gebeurt. Een ministerie dat uitgehold is. Alles is naar het kabinet van de president. Die man geeft gewoon opdrachten aan het ministerie van grond en beleid om dingen uit te voeren. Niemand zegt wat. Er komen deskundigen en die geven adviezen, zeggen van minister, president, u kunt geen grond uitgeven in de Amazone oerwoud en onze bossen, waar het ongerepte natuur is, waar er nog zoveel wetenschappelijk onderzoek moet worden gedaan, waar we waarschijnlijk heel veel dieren en planten hebben die nog niet zijn ontdekt. Migado, wat moeten wij nog meer doen? Toch, ik heb geen zin meer in dit. Ik is gewoon deze mensen wegjagen. Ik wacht op 25 mei. We gaan als NDP, als partij, gaan we ons best doen. Men denkt dat men door het vonnissen van de voorzitter van de NDP, dat het is. Dat is het niet. No, nu zijn we sterker geworden. Toch? En je ziet het overal in het rechtssysteem, dat de beginselen van de menswaardigheid, dat de basis is van recht, ja? Dat je nergens dat terugvindt in het beleid, nog in de instituten, nog in het systeem van die overheid. Het begint daar, we hebben gezien. We zien dat, hoe de rechten van de verdachte Bouterse, dat die zijn vertrapt geworden. We zien dat. En nu ook nog bij de uitvoering van het vonnis. Je moet de vonnis uitvoeren. Huh? Maar waar blijft die
menswaardigheid bij de uitvoering. We zien de mensen die ziek zijn. Je, wil je bouwt een cel. Dus allerlei zaken die gebeuren. Die mensonwaardigheid dat gebeurt en dat zijpelt door. Wel, ik ga u zeggen, mijn actie echt af bevolking voor Suriname. We moeten deze mensen wegstemmen. We moeten ze wegzappen. Dit is te gortig. Ja? En men denkt dat het vonnis is uitgesproken van de voorzitter van de Nationale Democratische Afdeling. Niet als voorzitter, maar als leider van de revolutie. En men gaat gewoon door. Mijn gunst, laat die man met rust. Er is toch al een vonnis? Waarom gaan we niet naar de orde van de dag? Je bent constant bezig. Nederland is constant bezig. Ja? Er is gewoon normale opsporing. Er is normale zaken die gebeuren. Onderzoek. Je blaast hem op op social media. Het is normaal. Laat de NDP... En men wil NDP erin betrekken. Laat NDP met rust. Maar bemoei niet in de interne zaken van de NDP. Mensen beginnen te praten over de interne zaken. De voorzitter. Ja, de voorzitter is het. Dan wat als hij er niet is, dan wat? Er is een vonnis. De staat is toch bezig het vonnis uit te voeren. Maar laat het daarbij. Maar kom niet praten over de NDP. Weet ik veel, allerlei analyses maken. Vandaag hoorde ik weer op een media, op een radiostation, een psychiater praten. Mingado, laat de NDP met rust. Laten de mensen de NDP met rust laten. En bovendien, ik weet en ik zeg dat de voorzitter amnestie heeft. Ja? Er is een constitutioneel hof geweest en wij weten dat geen enkel wet in dit land met terugwerkende kracht kan gelden. Anders waarom is deze president toch ook niet geldig? Bestaan wij niet, daar ben ik ook geen DNA-lid. Laten we ophouden om gekke dingen hier in dit land te zeggen. Het wet en recht wordt gewoon onder stoelen en tafels geschoven. En men interpreteert regels, vooral deze president. Hij interpreteert en doet wat hij wil. Is toch tiran? Het is toch. Wat betekent dat? Richt dit alle schade aan de NDP? Wat richt schade aan de NDP? Ja, nou, de opsporing nu van de heer Boutersen en alle andere propaganda daaromheen. Nee hoor, echt niet. Het is geen enkel schade. Er is geen enkel schade. Men heeft toch gewild. Men heeft toch een vonnis gewild. Men heeft toch ernaar gevraagd. Men wilde dat toch? Wel, die vonnis is er al. Wat moeten we doen? Ik moet zitten en huilen. Echt niet hoor. Dit land wordt nu. Oh, wat er gebeurt met dit land. Is vele malen erger nu op dit moment. Als de regering vindt dat ze het vonnis moeten uitvoeren, laten ze het uitvoeren. Maar ik weet, er is amnestie. Ja, en Nederland, die zijn mond vol heeft over mensenrechten, is de grootste mensenrechten schender in de wereld geweest. Ja, als u kijkt naar de slavernij, ja, en dat zij de voortouw hebben genomen, dan komen ze over praten, dan doen ze zo geweldig, ja, het recht heeft gezegevierd. Hoe kan je zeggen, het recht heeft gezegevierd? Wanneer de beginselen van menswaardigheid, ja, in het rechtssysteem niet in het vonnis terug te vinden. Als je kijkt naar de uitvoering, alles wat je wilt doen. Waarover praat men? Dus Nederland is de laatste die moet komen bemoeien en komen zeggen, ja, de rechtsstaat staat overeind. De rechtsstaat staat niks overeind. Want je kan geen vonnis, toch? Een iets dat door de constitutioneel hof is uitgesproken, kan je niet zeggen van het is terugwerken en de amnestie bestaat niet meer. Het kan niet. En kijk maar wat de president doet. Ja? Alle regels aan de kant zetten, benoemt allerlei presidentiële commissies en doet presidentiële besluiten. Daarmee bestuurt die man het land. En niemand praat daarover. Waarom praat Nederland niet daarover? Waarom praat Nederland over niet wat er gebeurt in het binnenland? Waarom praat Nederland niet over de Mennonieten, de onrechtvaardigheid? Huh? De onrechtvaardige zaken die gebeuren nu in het land. Het zijn allemaal schendingen van mensenrechten. De inheemse die niet kunnen beschikken over hun collectieve rechten. Grond wordt
uitgegeven. We zien toch nu met wat gebeurt met de Mennonieten. We weten niet op dit moment of dit land nu al is verdeeld. We weten niet. We weten en we beseffen niet wat deze president met ons zit te doen. We beseffen dat niet, dat dictatuur opkomst is in dit land. En ik weet het, ik hou van lezen. En als je kijkt hoe Hitler aan de macht is gekomen, is ook hetzelfde proces. Ja? Als men wil praten, laten we praten over, als we praten over rechtvaardige samenleving, kan je niet A zeggen en B niet zeggen. Recht toch? Het woordje recht, als je praat over rechtvaardigheid, recht. Je kan geen halve recht hebben of een kwart recht. Je hebt het of je hebt het niet. Je hebt het en je hebt het niet. En het is ook goed dat men het vonnis op die manier heeft uitgesproken. Want het geeft de inborst aan. Het geeft aan dat men niet heeft, dat men niet ging voor inderdaad de waarheidsvinding van het 8 december proces. Want ik heb nog geen voldoening, want ik weet minusap samsa. En is velen in de samenleving hebben ook nog geen voldoening. De waarheidsvinding is niet op gang gebracht. En dat had veel meer waarde dan hoe men dit heeft aangepakt. Ja? Het leek op een vergeldingsactie, het leek op vernedering. Alles is dat menswaardig. Dat zijn zaken die ik constateer. Ja? En Nederland moet zijn mond dicht houden, echt waar. Laten ze gaan kijken wat met de Mennonieten. Ze moeten ons nog betalen over onze herstelbetaling. Wil men niet eens over praten. De grootste mensenrechten schender is Nederland. Laten we dat onthouden. En Suriname, de rijkdom van Suriname is voor Suriname. Voor niemand anders. Voor niemand anders. En dat is eigenlijk wat we waarvoor moeten strijden. Is dat we dit land niet overgeven aan anderen, maar dat we onze eigen ding doen. Ik heb het al zoveel keren gezegd, meneer Ganesh, in uw microfoon. Suriname, laten we kodo unsani lixranamang. Ja? De voorouders zijn hier gekomen. Huh? De slaven zijn hier gekomen. De Indiërs, de Javanen, de Chinezen, iedereen is hier gekomen. En we hebben een taak te vervoeren. We hebben een taak en dat is dit land voor onze kinderen goed achter te laten. Maar wat doen we? En wat doen een gekke, huh? Die bepaalt, die wil bepalen voor iedereen. Dat kan niet. Ik sprak met een collega parlementariër van u, mevrouw Vreedzaam. En die gaf aan dat de NDP en NDP'ers de rechterlijke macht niet respecteren. Want het is dezelfde rechterlijke macht geweest die onschuld heeft bewezen. Of gevonden, ja, onschuld in de zaak van vicepresident, gewezen vicepresident Ashwin Adin. En nu er vonnis is gewezen in de zaak van Bouterse, dan wordt de rechterlijke macht met de grond gelijk gemaakt. Nou, is niet waar. Weet je waar het gaat om gaan? Ik heb net gesproken over menswaardigheid. De beginselen van menswaardigheid moet in het systeem, in overal te vinden zijn, in het heel systeem. Meneer Ashwin Adin is voor een lousie camera gevonnist. Ja? Is dat goed? Is dat rechtvaardig? Is toch onmenswaardig? De manier dat je hem hebt vernederd, dat je zijn hele zijn eigen, ik heb alles op die manier heb vernederd, alleen omdat hij een politieke tegenstander is. Dus niet omdat hij onschuldig is bevonden. Je hebt wat je met die man hebt gedaan, is vele malen onmenswaardig geweest. Dan om te zeggen van ja, vandaar zeg ik, omdat Ashwin Adin vrij is gesproken, dan is het systeem goed. Het systeem is niet goed. Het systeem is niet goed. De beginselen van mensenrechten begint bij een menswaardig systeem. En wat is menswaardigheid? Dat betekent libisma fasi yego omnangasma. Van jou ego omnanga libisma. Ja? Wanneer je iemand gevangen neemt, dan je ego omnangasma libisma fasi in een skopasma of in een mishandel asma. Wanneer de overheid, wanneer de president bepaalt wie wel geld krijgt, en is toch onmenswaardig, en de mensen met een beperking moeten creperen, is toch onmenswaardig? Waarover heeft men het?
Ja? Waarover heeft men het? Dus wanneer we praten, laten we goede dingen praten. De rechtsstaat is niet overeind voor mij, omdat dat deel van die menswaardigheid wordt echt de grond ingeboord. Mensen doen en mensen doen anderen pijn. Ik heb het ook hier in DNA gezegd. Dat is wat men doet. Men heeft niets te maken wie je bent. Als ik kan kiezen, dan moet ik kiezen. En dat is wat men nu doet met dat deel van het, de ex-president. Dat men een ex-president zo behandelt. Weet je wat het betekent internationaal? Ik schaam me. Ik schaam me diep. Dat men zo omgaat met mensen. En op Boutersen, naar Libisma. En daarover heb ik het, meneer Ganesh. De menswaardigheid. Het is niet de beginselen daarvan, het handvest. En uit die beginselen van menswaardigheid komen de verschillende verdragen over mensenrechten. Hoe dat allemaal ingebed moet zijn in jouw systeem. Ja, die zijn er. Maar wie vertrapt ze allemaal? Madeleine, mevrouw Vreedzaam, die kan toch doorgetrokken worden en mensen kunnen de vraag stellen. Maar waar is die menswaardige geweest dan bij die 15 slachtoffers van het 8 december strafproces? Dus kijkt u, over het vonnis, het gaat over een periode van 40 jaar. En het internationaal recht geeft dat ook aan. Wanneer er zijn voorbeelden genoeg van guerrilla-oorlogen, van andere dictatoriale machten die zijn geweest, hoe men dat heeft aangepakt. Er zijn ook vonnissen geweest. En weet je wat, en het was niet zo. Ik heb het over dat deel menswaardigheid. Er zijn ook vonnissen geweest van andere guerrilla-strijders en anderen. En weet je wat men daarnaast heeft gedaan? Men heeft ook gedaan aan waarheidsvinding. De man uit de kamer en dacht van oké, ik ga je ophangen op de hoogste boom en jou vernederen. Want het maakt niet uit, het gaat om de mens. En natuurlijk gebeuren er dingen. En natuurlijk gebeuren overal gebeuren dingen. Toch? In de wereld. Natuurlijk gebeurt dat. Maar het gaat erom als het proces is ingezet. Om erachter te komen en mensen te straffen. Mag het gebeuren? We zeggen niet dat het niet mag. Het mag gebeuren. Maar het gaat erom hoe het gebeurt. En dat het op een menswaardige manier gebeurt. En daarvoor is het handvest en daarvoor zijn mensenrechten verdragen. Ja? Want die verdachten hebben ook rechten. En wat doet men nu in Suriname? Alsof de verdachte Boutersen en dat alles daaromheen, het hele proces, dat die man geen rechten heeft. En kijk wat men doet. Kijk wat met de twee anderen. Heeft u gezien hoe ziek die meneer is? Een van de verdachten. Een van de veroordeelden. Huh? En hoe hij naar Santa Boma gaat. Kijken we daarnaar. Alibisma fasi. Daarover heb ik. Dat is de kern van alles. Niemand zegt dat het niet mag. Niemand zegt dat er geen onderzoek mag komen. En een berechting mag komen. Dat zeggen we niet. Het gaat om... Dat is de basis van de rechtsstaat. Dus wanneer mensen zeggen van de rechtsstaat heeft gezegevierd, is voor mij BS. Want tegen Libisma, Tori, Libisma, dan moet je praten, dan moet je alles meenemen. Dan kan je niet een halve ding doen, want dan de verdachten geen rechten hadden als het ware. Toch? En kijk hoe je dat doet, kijk hoe je dat behandelt. En ik schaam me. En Nederland moet zijn mond nog een keer houden. Want zij zijn de grootste mensenrechten schenders geweest in al die eeuwen. Zij zijn begonnen met de slavernij. En dat is eigenlijk het punt nu waarop we gaan. En we zien dat dit erger wordt. Want het gaat nu niet alleen maar om bepaalde groepen. Maar bepaalde groepen worden ook meegetrokken. Zoals de mensen met een beperking, de armoede die heerst. De rechten die de inheemse en de marons moeten krijgen. Het gaat door. Het gaat door in het systeem. En wat doen wij eraan? Begrijpt u? Dat is wat het is. En ik ga het blijven zeggen. De voorzitter van de Democratische Partij heeft amnestie voor ons. Omdat we weten dat er een wet is die zegt dat het... Dat niets terugwerkend kan geschieden. Dus ik weet het niet. Maar in ieder geval kijken we wat er gaat gebeuren. Wij gaan door. Het belangrijkste is voor ons is wat wij nu verder. Hoe gaan wij verder als samenleving
om naar de verkiezingen toe. Wat doen we? Gaan we deze zaken handhaven? Zeggen we oké, het moet doorgaan dat de heer Santokki of de president zo door dat Santokki door en de VHP door moet gaan met deze onrechtvaardige regels en systemen die ze proberen te creëren. Het kan niet. Dus dat is mijn oproep en dat is mijn vraag. Laten we ons concentreren dat we gaan naar een verbeterde situatie na de verkiezingen toe. Laten we de programma's naast elkaar zetten. Laten we kijken wie wat kan doen en hoe we dit land in ieder geval op een menswaardige manier, dat we dat op een menswaardige manier alles tot stand weer kunnen brengen en op een menswaardige manier kunnen besturen, want daarover gaat het. Maar hoe kijkt u daarna dat de heren Boutersen en Dijkstil zich niet hebben aangemeld? Daarmee bemoei ik niet. Dat is een persoonlijk ding. Dat kan ik niet bemoeien. Ik kan daarin niet bemoeien. Ik bemoei met het feit dat ik, als ik kijk naar hoe de zaken zijn verlopen en dat het onrechtvaardig is geweest, de bewijzen en et cetera, je ziet dat de rechten zijn geschonden in mijn ogen en de manier hoe de staat zegt en het OM zegt dat het vonnis moet worden uitgevoerd, je ziet ook daar dat het onrechtvaardig is verlopen in die zin van de menswaardigheid. Ik ging ervan uit dat er faciliteiten zodanig zouden moeten worden gecreëerd. Dat je de mensen goed opvangt. Want het is niet een zomaar man. Hij is een ex-president geweest. En er zijn ook regels daarvoor. Begrijpt u? En dat zijn zaken die ik niet zo fijn vind. En nou, fijn is een te zacht woord, maar die ik heel erg vind. En ik daardoor niet kan praten over de rechtsstaat heeft gezegevierd. Nee, ik kan daarover niet praten. Ja, we merken, mevrouw Vreedzaam, dat vanwege die kleinschaligheid van die samenleving mensen vaak hun gevoelens en frustraties uiten op social media. En daar werd er geschreven, lafhartig en of vriendje, dat hij zich niet heeft aangemeld. Wie heeft dat gezegd? Dat zeg ik nou. Dat is vernedering toch van de persoon. En ik ben niet op die toer om mensen te vernederen. Laat men zelf die spiegel voor zich houden. Men kan doorgaan ermee. Maar ik zeg, dat is wat men wou toch? Van is het toch uitgesproken? Die man is toch veroordeeld? Dat wilde men toch? Dan laten we daaraan houden. Maar ik zeg nee, die man heeft amnestie. Boutersen heeft amnestie, omdat dat duidelijk is geweest. Maar als men niet tevreden is, dat is hun probleem. Dan zegt het mij de inborst van hoe men kijkt naar deze case. En dat het is niet geweest om inderdaad rechtvaardiging te zoeken voor de slachtoffers. Dat men het een heel ander proces is geweest. Dat is wat het me zegt. Want je gaat door op een radiostation over psychiater en weet ik veel. Allerlei andere. Waarom doe je dat nu? Dan ben je toch op een ander pad bezig. Dan ben je bezig, dat wil zeggen voor mij, en het is zo duidelijk voor mij nu, dat dit alles een politiek proces is geweest. Want als het werkelijk was voor datgene dat is gebeurd op 8 december, dan was het een hele, had ik inderdaad de waarheidsvinding. Want ik wil ook nog weten, en velen willen nog weten, wat is precies gebeurd. Want dit mag niet meer gebeuren. Dit mag niet meer gebeuren in Suriname. Zulke zaken in de geschiedenis, we mogen dit niet meer laten gebeuren. Het moet een les zijn. Toch? Maar doen we dat nu op dit moment? Nee, we doen het niet. Want we praten allemaal en we vernederen mijn voorzitter. Het kan niet dan. Dat betekent, ja, je inborst is niet. Het is een andere bedoeling geweest dan inderdaad te zoeken naar de waarheid. En het dan te herstellen, te verzoenen, om dan te zeggen van oké, we sluiten het af en dat het nooit meer moet gebeuren. Ik zie dat proces niet. Dus het is gewoon voor mij dan een politiek proces.